27 maart was het de Nationale Pannenkoekendag, waarbij ruim 700 basisscholen voor ouderen pannenkoeken bakken en er een gezellige dag houden. We maken pannenkoek, yeah, yeah, yeah. Met appel of met stroop, het is hier allemaal te koop. We maken pannenkoek, het is pannenkoekenfeest en ik eet Europees. OBS De Bouwsteen draaide het om en liet opa's en oma's naar school komen. Waarom? Nou, in Finsterwolde hebben we geen verzorgingshuis, maar hebben we gemeend als team zijn er van De Bouwsteen. Om dus open oma's uit te nodigen. Nou, we hebben meer dan 120 open oma's mogen begroeten. En het was een ongekende, gezellige, gekke drukte. Met heel veel lachende gezichtjes. Heel tevreden open oma's. Maar nog meer tevreden hun kleinkinderen wat dat betreft. Dus de kinderen van onze school. Strooi met poedersuiker, schenk maar met de stroop. En niet zo'n heel klein beetje, maar een hele hoop. Je moet er nog van groeien, spek en ananas erbij. Een appeltje erop, suiker of een ei. Een pannenkoek, je mag elke dag. Joehoe! Waarom komt u hier pannenkoeken eten? Omdat ik dat hartstikke leuk vind. En ik had gehoord dat het vandaag Nationale Pannenkoekendag was. En ze hebben mij uitgenodigd hier op school om met Cato en mijn lief pannenkoeken te komen eten. Dat voel ik wel heel gezellig en heel lekker. De pannenkoeken zijn door verschillende ouders gebakken. Heeft u willekeurig gekozen of alleen die van uw dochter? Ook zomaar van een bord af, maar ook een pannenkoek van mijn eigen dochter. We maken pannenkoek. Yeah, yeah, yeah. Met appel of met stroop, het is hier allemaal te koop. We maken pannenkoek. Het is pannenkoekenfeest en ik eet er het meest. Waarom eet u hier vandaag pannenkoeken? Omdat oma dat leuk vindt om mee te doen met de kinderen. Dan ook een vraag voor de kleinzoon. Welke pannenkoeken heb je uitgekozen om te eten? De pannenkoeken die ik net heb afgehaald steeds, die waren door mijn eigen moeder gemaakt. En ik wist gewoon welk bord dat was en ja, daar heb ik ze van afgehaald. Het is pannenkoekenfeest en ik eet er het meest.